Wat heb je liever, je relatie of profvoetballen bij je droomclub in Europa? Profvoetballen bij mijn droomclub in Europa. Okay. Icons voetbal. Yes, leuk dat jullie weer kijken. We zijn bij Sven Meinans thuis en we zijn bij het item snelle vraagjes beland. De bedoeling is dat ik hem een aantal vragen ga stellen en dat hij binnen 2 à 3 seconden antwoord geeft. Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Ik ben er klaar voor. Ja? Yes. Wat heb je liever? 20 goals in de tweede divisie of 2 in de eredivisie? 2 in de eredivisie. Mooiste club in de eredivisie? Sparta. Binnen 3 jaar in oranje, ja of nee? Ja. Wie laat de vieze scheten in de kleedkamer? Emma. Ben je voor het einde van het seizoen basis spelen bij 1, ja of nee? Ja. Wat heb je liever, je relatie of profvoetballen bij je droomclub in Europa? Profvoetballen bij mijn droomclub in Europa. Oké. Wie is je grote voorbeeld? Messi. Tuurlijk. Basis spelen bij Oranje EK 2024, ja of nee? Ja, dat is wel het doel. Wel het doel? Ja, tuurlijk. Oké. Nooit meer naar Ibiza of nooit meer je oranje schoentjes van Puma aan? Oh, dat is wel lastig hoor. Ja. Ibiza, dat is wel... Je gaat vaak naar Ibiza, ja, heb ik gezien. Zeker, zeker. Nee, dan ga ik toch echt, ga ik nooit meer naar Ibiza. Nooit meer naar Ibiza? Ja. Er zijn okay. Genoeg mooie andere plekken om te komen, toch? Hey, laten we even een paar vragen bespreken, want ik ben er wel benieuwd naar. Je zei? Ja, ik weet het ook. Liever je hebt liever je droomclub dan je relatie. En het mooie is dat ik een paar weken geleden zat ik met een paar vrienden op de bank. En met mijn vriendin erbij. En toen kwam precies deze vraag kwam ook langs. Ja? Ik wist al, toen jij hem zei, wist ik al van oh, dit. Ja? Maar, ja? Ik kan me voorstellen dat je vriendin naar dit gaat kijken. Ja, die gaat er niet. Ik denk dat je. Ik ga het niet doen. Nee, maar waarom heb je liever je relatie dan? Liever je droomclub? Nou ja, het is toch uiteindelijk mijn werk. En, ja. En je relatie, dan komt, als je daar zo voetbalt, dan komen er toch wel weer genoeg nee, op je pad. Niet. Nee, zeker niet. Maar het is gewoon, werk is natuurlijk erg belangrijk voor de toekomst. Ja. Oké. Want wat zou je droomclub zijn dan? Wat zou mijn droomclub zijn? Mm-hmm. Ja, Barcelona natuurlijk. Barca. Dat is mijn favoriete club. Barca. Ja, zeker. Oké. Okay. Hey, en je mooiste club in de Eredivisie? Sparta. Ja? Maar als we kijken naar vroeger, hè? Stel je voor toen ik jou deze vraag stelde, toen je 10 was. Wat had je dan gezegd? Oh, dan had ik Feyenoord gezegd. Mm. Ik ben altijd voor Feyenoord geweest. En ik vind Feyenoord een goede club en daarom was ik vroeger altijd voor Feyenoord. Maar ik vind Sparta nu wel een hele mooie club, omdat ik gewoon weet hoe alles gebeurt en zo. Dus bij Feyenoord hetzelfde contract onder je neus leggen als bij Sparta? Ja, dan zou ik voor Feyenoord kiezen. Ja? Ja. Mooi man. Sven, dit waren alweer de snelle vraagjes. Dat ging snel voorbij. Sneller dan ik had verwacht. Snel voorbij gegaan, maar is moeilijk? Nee, ik vond het wel meevallen. Alleen die ene was wel tricky. Tricky. Ik ben benieuwd wat je moet even filmen voor ons wat je vriendin, wat haar reactie zal zijn.